Hans en Rida hadden er net zo'n zin in. De hele caravan was gepakt en ze zouden vandaag op vakantie gaan. Maar dat plan ging in vlammen op. We zagen het aan de zijkant. Toen heeft mijn man nog de brandblusser geprobeerd. Die heeft hij er leeg gespoten, maar dat had geen zin. En toen knalde het dakraam eruit en toen was een gigantische brand. Het sloeg over op het afdakje. Dat ging in de fik. En de ramen die knalden eruit. Die kleine sliep daar. Nou, je wil niet weten wat de rook eruit dat huis kwam. De buren waar de caravan naast stond werden net op tijd wakker gemaakt en konden met hun drie kinderen het huis verlaten. Wij lagen te slapen op zolder en opeens hoorde ik mijn zoontje huilen. En op het moment dat ik naar zijn kamer liep, werd ik me gewaar van gebonk op de deur. Toen riep de buurvrouw, er is brand, jullie moeten eruit. En toen hebben we de kinderen opgepakt en zijn we het huis uitgerend. Ja, ik denk als de buurvrouw niet geklopt had, dan weet ik niet of ik hier ditzelfde verhaal op deze manier stond te vertellen. Door de hitte sprongen de ramen van de kinderkamers en deze lagen bezaaid met scherven. Pas nu dringt het tot de familie door dat het ook heel anders had kunnen aflopen. Ja, nou, dat was wel spannend. En zeker omdat wij onder de overkapping, waar dus ook de brand naartoe over was gegaan, twee gasflessen hadden staan voor de barbecue en de heater. Dat zou dan een ontploffing hebben kunnen betekenen. En dan had ons huis nog verder in brand kunnen vliegen. En wellicht hadden er ook mensen gewond kunnen raken. Want ik denk wel dat we geluk hebben gehad dat het zo is afgelopen.